Radio 4. Avro. Virus met Marieke Jager. Een hele goede avond allemaal, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is Virus Live, dat kun je wel zeggen, vanuit de Rotterdamse Schouwburg. En het is druk en gezellig en we hebben een hele hoop goede gasten vanavond. Ik kan je vertellen dat dit voor mij nu al mijn favoriete uitzending is. Want vanwege het Nederlands Filmfestival hebben wij vanavond als thema gekozen filmmuziek. En je weet als geen ander, er is zoveel prachtige filmmuziek gemaakt. En we gaan daar heel veel van horen vanavond. We hebben te gast Tango Extremo, het Codarts Hoornkwartet. We hebben een licht erotische Sax Me Up competitie. Maar we gaan eerst luisteren naar het Young Saxophone Trio met de Bianculli Band. Ja jongens, dank jullie wel. Ja, die kennen we allemaal wel, denk ik. Dat was het thema uit de Pink Panther. Ik loop even naar de jongens toe van het Young Saxophone Trio. Want Vincent, ben jij? Ik kan me wel voorstellen dat zo'n thema wel aanleiding is om saxofoon te leren spelen. Of vergis ik me daarin? Nee, inderdaad. Er zijn heel veel films waar gewoon hele mooie saxofoons in gebruikt worden. Neem met name ook de West Side Story, waar de saxofoon prominent aanwezig is in alle big bands-achtige dingen. En ook in veel Amerikaanse films, waar af en toe de jazz-saxofoon vooral voorkomt. En die gaan natuurlijk de hele tijd naspelen dan, denk ik. Als niemand het hoort of ziet. Oké, nou, we horen straks nog veel meer van jullie en dan zijn we er gewoon lekker bij. Dus straks meer van jullie. Hop. Ik durf hem bijna niet te onderbreken. Rob van Kreeveld met een prachtige improvisatie. Schindler's List hoorden we. Dankjewel. De virusvuurdoop. Ja, de virusvuurdoop. Spannend onderdeel. Want je weet, je kan je hier bij Virus elke week opgeven om een instrument te leren spelen. En dat leer je dan binnen een uur. Tegenprestatie is wel dat je dan aan het eind van de uitzending een solo speelt. Wij horen op de achtergrond een klarinet, als ik me niet vergis. En we hebben een dappere deelnemster gevonden. Kom er maar bij. Amber is het. Applaus! Dat kan je wel zeggen. Amber, welkom en wat dapper. Vertel ons, waarom wil jij de klarinet leren spelen? Nou, ik wil het eigenlijk heel mijn leven al spelen. En ik hoorde net dat ik hier klarinet kon leren spelen. Dus ik dacht, ja, dat ga ik doen. Wat dapper, heel goed. Ja, we halen even je docent erbij. Dat is Philip de Goeie. Klarinetdocent op muziekschool Krimpen. Welkom, Philippe. Geef de klarinet maar vast aan Amber. Dan kan je hem alvast even vasthouden. Philippe, wat is er moeilijk aan klarinet eigenlijk voor Amber? Voor Amber, ja. Nou ja, in het algemeen. Kijk, het is de allereerste keer dat ze hem in handen heeft, denk ik. Ja, klopt. Dus wat Hoe houd je een klarinet vast en hoe ga je erop blazen? Dat is natuurlijk een van de moeilijkheden. En verder, hoe ga je al die klepjes bedienen met je vingers? Denk je, Philip, dat zij nu ter plekke al iets... Kan je al iets laten horen, Amber? Je hebt de klarinet al vast, vingers op de klepjes. Kan je al iets laten horen? Durf je het aan? Het ziet er al goed uit.
Nou, dat was een hele volle noot, Filip. Ja, klinkt perfect. Oké. Nou, jullie hebben niet heel veel tijd, dus ik ga jullie gelijk backstage sturen. We gaan halverwege nog even luisteren naar hoe het met jullie gaat. We gaan eerst luisteren naar Tango Extremo. Pardon. Ze spelen een stuk uit een beroemde Fellini-film. En straks kijken we hoe het met Amber gaat. Prachtig worden, Tango Extremo, met muziek uit Fellini's Amarcord, gecomponeerd door Nino Rota. Ik loop ondertussen even naar Tanja toe, de oprichter van Tango Extremo. Tanja, dat was ontzettend mooi. Nou, dankjewel. Jullie bestaan inmiddels al 10 jaar, heb ik begrepen. En jullie arrangeren zo'n stuk zelf. Ik kan me voorstellen, na 10 jaar staan de neuzen dan alle dezelfde kant op als je te werk gaat? Nee, dat gaat nooit gebeuren. Nou, vaak hebben wij iemand die we inhuren om iets voor ons te arrangeren. En met dat raamwerk gaan we dan zeg maar zelf aan de slag. Dus we passen dingen aan en zeggen we van nou, speel jij daar solo en doe jij daar dat. En, maar ja, het is toch vaak wel een arrangeur die we inhuren die ons zeg maar een eentje op weg helpt. Ja. Nou, heel, heel mooi gedaan. Jullie gaan ook naar Rusland binnenkort. Waarom ga je naar Rusland? Ja, wij gaan eigenlijk de hele wereld over. Dat is echt een van die leuke dingen van onze groep. Dat we ja, eigenlijk de hele wereld al gezien hebben. En dit jaar is een bijzonder jaar. 2013 is het Nederland-Ruslandjaar. En zijn wij uitgenodigd als zijnde Tango Extremo om Nederland zeg maar, een soort van cultureel te vertegenwoordigen. En dan gaan we in Sint-Petersburg spelen, in Moskou en in Siberië. Wow. Ja, in november. Dus dan ga ik iets anders aan doen dan dit, zou ik maar zeggen. En wat gaan jullie daar spelen? Daar gaan wij verschillende dingen doen. We gaan een aantal typische Russische dingen doen als Black Ice. Ik weet niet of je dat kent. Nou, echt van die krakers, van die hele bekende Russische dingen die wij ook al kennen.
En ook veel onbekendere dingen, waaronder bijvoorbeeld iets uit een film. Daarvan gaan we straks ook iets laten horen. En bijvoorbeeld Peter en de Wolf. Het prachtige sprookje. Kunnen jullie daar al iets van laten horen? Nou, ik denk het wel. Wauw. Het was een soort jazzbewerking van het stuk van Prokofjev, hè? De Rus. Het is van Prokofjev officieel, ja. Maar de meeste mensen, helaas, kennen het volgens mij meer van Walt Disney dan van Prokofjev. Ja, nou bij deze dan. Dit wat jullie net speelden, want het sprookje Peter en de Wolf, elk dier wat daarin zit, heeft eigenlijk zijn eigen instrument, eigen thema. Ja. Jullie speelden net Peter, toch? Ja, wij speelden nu Peter. Maar Peter en de Wolf, er is ook een wolf. En wie speelt dat dan? Er is ook een wolf, die spelen wij ook met onze groep. Maar dat is uiteraard ook weer totaal gearrangeerd, want Prokofjev bedoelde het eigenlijk voor horns. Nou kijk, en die hadden wij toevallig in huis. Het Koothart Hoornkwartet. Ja, ze staan hier en ze beginnen gewoon te spelen. Heel mooi jongens, we gaan straks jullie ook meer horen. Tanja, wat gaan jullie nu voor ons spelen? Zoals ik net vertelde, hebben we ook een echte typische Russische tango. Ook in Rusland is tango eigenlijk heel bekend. Het is niet alleen iets uit Argentinië. Ook bijvoorbeeld Finland is ook zo'n tangoland. Maar Rusland dus ook. En vanuit dat land gaan we spelen... ik ga het proberen uit te spreken. Blij dat jij het doet. Ja, het is zoiets als Utomlinen Solchem. En dat betekent vermoeid door de zon. Het is een nummer uit Siberië, dus... Ik kan me zo voorstellen dat het al 200 jaar niet gespeeld is daar, want volgens mij ben je nooit vermoeid door de zon. Maar goed, hier in Virus gaan wij hem gewoon wel doen. In eigen bewerking. Ik ben benieuwd hoe dat klinkt. Ik ga je nog even aankondigen. We gaan luisteren, dames en heren, naar Tango Extremo. Op viool Tanja Schaap, Ben van Dongen op saxofoon, Hans van der Maas op bajaan, Boris Frans op contrabas en Rob van Kreeveld op piano. Thank you.
Suite Tango van Tango Extremo. Dank jullie wel. Ondertussen loop ik naar het Jong Saxofoon Trio en ik kom gewoon even lekker tussen jullie instaan. Jullie zijn een trio, jongens. Luc, was het? Ja, Luc. Jullie zijn een trio, maar jullie waren met z'n vieren. Wat is er gebeurd? Ja, een van ons vierde kwartetlid besloot om naar de jazzafdeling te gaan. Dus dan werkt het niet meer om als klassiek trio met één jazzpersoon om dan een kwartet te vormen. Dus we zijn doorgegaan als trio. Is dat niet heel spannend juist dan? Nee, het is heel leuk. Want we passen gewoon heel goed bij elkaar alle drie. Dus we zitten op één lijn, dus dat is heel fijn. Oh, ik ben blij dat te horen, want ik sta er middenin. Tom, jij hebt gearrangeerd, speciaal voor vanavond. Je hebt een groot stuk eigenlijk gearrangeerd naar een stuk voor drie saxofoons. Ja. Hoe is dat? Lastig, maar wel heel leuk. Zoals u net al zei tegen Vincent. Je. Ja. Dat het soms superleuk is om dingen te spelen, zoals al die saxofoonlicks uit filmmuziek, is het ook leuk om gewoon iets te horen en dan uiteindelijk het ook voor saxofoon te kunnen spelen. En dat is het gaaf aan arrangeren. En, ja. En wat is jouw favoriete filmmuziek? Noem eens een voorbeeld. Nou ja, ik vind de film Piano heel gaaf. Daar gaan we ook zo een stukje uit spelen, Here to There, wat Vincent dan heeft gearrangeerd. En ja, dat vind ik heel gaaf. Het is leuk om minimal music te spelen en al helemaal ja, in zo'n sfeer. Dat is echt gaaf. Je zegt minimal. Mm-hmm. Wat gaan jullie nu spelen? Is het ook van een minimal componist? Of leg eens uit wat minimal eigenlijk is. Ja, het zegt het eigenlijk al. Minimal is eigenlijk met zo miniem mogelijk dingen iets heel moois en groots maken. We gaan nu twee stukken van Michael Nyman spelen vandaag. En we beginnen met eentje uit The Draughtman's Contract, de film. Het heet Chasing Sheep is Best Left to Shepherds. En het is een heel gaaf muziek eigenlijk. Ja. Maar die film is volgens mij een heel groot, het is een kostuumdrama. Groot, dus het is ook een groot stuk wat jij hebt gearrangeerd voor drie saxofoons. Ja, zeker. Best wel. Maar ik denk dat het heel mooi is geworden. Oké, nou ik denk het ook. Ik weet het wel zeker. Wij gaan naar jullie luisteren. Tom Sanderman, Vincent Klep en Luc Meeuwis.
gedaan hoor. Heel mooi. Het Young Saxophone Trio speelde een stuk, een eigen bewerking uit een stuk van de film The Draftsman's Contract. Ondertussen luisteren wij naar Prisoners of the Sun, een Hollywood-productie, zo klinkt het bijna. Maar de muziek is gecomponeerd door onze eigen Maarten Bunning. Maarten, welkom. Dankjewel. Maarten, jij bent filmcomponist. Ja. Je hebt dit gemaakt, wat we net hoorden. Je doseert ook. Als jij nou zoiets maakt zoals dit, grotesk, waar ligt voor jou de uitdaging? Of wat kom jij tegen als je dit maakt? Nou ja, ik kijk eigenlijk natuurlijk gewoon eerst naar het beeld. En wat me het meeste opvalt, ik kijk eigenlijk eerst gewoon hoe wordt er geacteerd. Dat is eigenlijk het eerste wat ik doe. En daar baseer ik een beetje op wat ik ga maken. En in dit geval waren de acteerprestaties best goed. Maar er zaten wel hele lege plekken in. Dat heeft niet zozeer te maken met of het goed of slecht was of zo. Maar het had gewoon veel nodig. En ik zocht toen een manier om met de muziek dan heel veel te doen. Waardoor je wat minder afgeleid werd van hoe het gespeeld was. Wil je hiermee zeggen dat als er een film, hoe slechter de film, hoe leuker het voor mij is? Ja, ik probeer het een beetje tactisch te brengen, dat lukte niet. Nee, het was een goede film verder, maar Nou, misschien moet ik het je anders vragen. Hoe belangrijk is of kan zijn de rol van muziek in film, hoe belangrijk is die eigenlijk? Ja, enorm. En je kan ook zo erg de sfeer bepalen. Maar ik meen het serieus. Eigenlijk de beste filmmomenten, heel eerlijk gezegd, zijn zonder muziek. Denk aan de Shawshank Redemption bijvoorbeeld. Morgan Freeman, ik weet niet precies hoe die scène ging hoor. Maar hij werd vrijgelaten of zo uit de gevangenis na 20 jaar of zo. Had hij voor niks gezeten. En dan heeft hij een of ander gesprek. En het is gewoon zonder muziek. En je kan er hele dramatische muziekjes onder zetten. En dat ondersteunt het ongetwijfeld. Maar eigenlijk is het beste gewoon zonder muziek. Omdat je gewoon zijn geweldige acteerprestaties voelt. Dus jij moet ook precies weten wanneer je gewoon even de muziek uit moet zetten als het ware. Dat is ook heel belangrijk dus, de kunst van het weglaten. Nou kijk, als het dus inderdaad eigenlijk wat ik gewoon bedoel te zeggen is, als er heel veel dialoog is, dan moet je er altijd omheen gaan met de muziek. En als er geen dialoog is, dan kan je natuurlijk ook heel veel doen. Denk aan Jurassic Park of zo, weet je wel. Misschien die bekendste, wat ik trouwens geweldig vind. Dat is ook wel een van de redenen dat ik muziek ben gaan maken bij beeld. Die helikopterview en dan zie je zo dat eiland en die dinosaurussen. En dan hoor je een grote thema van John Williams en zo. En je houdt wel van grote thema's, volgens mij. Ja, ik vind het echt geweldig. En maar weet je wat ik ook zag van jou? Ik heb jou een beetje zitten YouTuben natuurlijk, want daar zie je wat jij doet. En wat ik onder andere tegenkwam was een filmpje van een verkeersleidster in Noord-Korea, geloof ik. En die beweegt een beetje als een robot en jij hebt daar geluidjes onder gemaakt. Hè? Vind je dat gewoon leuk om te doen? Of hoe zit dat? Nou, ik was gewoon heel erg verbaasd hoe dat kan, weet je wel. In Noord-Korea is dus blijkbaar geen geld om verkeerslichten in stand te houden of zo. Dus hebben ze daar allemaal mensen neergezet die dat zelf gaan regelen in het verkeer. En die zijn echt super robot, die maken echt robot moves. Het is ongelooflijk gewoon hoe dat ingestudeerd is. En ik wilde dat gewoon benadrukken door geluid. En met die soundjes van jou eronder, het wordt bijna een soort tekenfilm zoals ze beweegt en hoe je alles benadrukt. En het doet mij een beetje denken aan die tekenfilms van vroeger, van Mickey Mouse en zo. En oh, juist. Oh, wat is het? Vertel eens, Mickey Mouse. In principe is dat ook gewoon de techniek die ik heb gebruikt. En dat is ook wel echt wel een bekende compositiemanier of term, in ieder geval binnen de filmmuziek. Het Mickey Mousing noem je dat. En dat is eigenlijk gewoon letterlijk benadrukt wat in het beeld gebeurt. En dat heeft een hele cartooneske werking eigenlijk. Maar gewoon ook echt gimmicks gebruiken, weet je wel. Een bastrombone bij een, weet ik veel, een bulldog of zo die onhandig loopt. Of, weet je wel, dat soort dingen. Je kan er gewoon superveel leuke dingen mee doen. Maar ook heel erg met register werken. Hoe zeg je dat? Fluiten bijvoorbeeld hebben best wel een hoog register. En daar kan je best wel een soort van vogeltjes mee nadoen, om een voorbeeld te geven. En, ja, ik heb een beetje bij deze filmpje, wat je zegt, heb ik heel erg industriële geluiden gebruikt. Juist om dat robotachtige te benadrukken. Dat is ook trouwens wel een passie van mij, hoor, dat robotachtige. Ja, het is echt heel erg leuk gedaan. Ik zou allemaal even zoeken op jouw naam, dat filmpje gaan kijken. Hey, en als we het over iets heel anders hebben, James Bond. Een heel duidelijk thema, dat heeft zich volgens mij ook ontwikkeld door de jaren heen. Vertel daar eens wat over. Nou ja, eigenlijk het James Bond thema zelf is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Maar het grappige eraan is, als je gewoon door de tijd heen gaat,
wat er omheen gebeurt is gewoon heel erg veranderd. Sterker nog, als ik hier sta en ik hoor iedereen hier spelen, live spelen, dan ben ik echt altijd super flabbergasted wat ik gewoon hoor, weet je wel. Want binnen filmmuziek zelf nu is eigenlijk maar heel weinig live. Er wordt zoveel gebruik gemaakt van allerlei andere technieken en computers en allerlei dingen. Wat heel tof is, dat is nu een hele andere uitdaging, maar dat is ook wel, denk ik ook wel een beetje hoe je nu je stempel moet kunnen drukken als componist. En bij James Bond, dat bestaat al heel erg lang, dus je zoekt een manier om het op een andere manier in te vullen gewoon. En, de laatste James Bond, er zit ook heel veel elektronica omheen, weet je wel. Soundscapes en allemaal gekke geluiden. Vind je dat een goede zaak, dat het elektronischer wordt? Nou ja, je wil niet twee keer hetzelfde horen, weet je wel. Dus ik bedoel, op zich vind ik het wel goed. Dat je gewoon, dat er wel een soort van, op die manier een groei in zit of zo. We gaan het nu weer anders horen en live. De Bianculli Band gaat voor ons spelen, het thema van James Bond. Bianculli Band, dank jullie wel. Ze speelde James Bond. Virus ontdekt. No way. Way. It's really fucking good. Ja, Virus ontdekt. Wij hebben hier een aanstormend talent elke week in Virus. En deze week is dat van Codarts. Het Codarts Horenkwartet. Jullie zien er sowieso prachtig uit met z'n vieren. Heel mooi. En we gaan zo naar jullie luisteren, maar we gaan eerst een quiz doen. Een filmmuziekquiz. Wij hebben namelijk voor jullie twee fragmenten. En Marije, kom er even bij. Marije. En Harry. Harry, kom. Kom even aan mijn kant staan. Oké, okay, we gaan een... hebben jullie een beetje verstand van filmmuziek eigenlijk, Marije? Dat gaan we zien, denk ik. En Harry? Klein beetje, denk ik. Oké, nou dat belooft toch wel heel wat. We gaan luisteren naar een fragment en jullie mogen raden uit welke film die muziek komt. De eerste. Ja, en Harry, Marije? Geen idee. Ik ken het liedje, maar nee, geen idee. Publiek, iemand. Ja, we herkennen het allemaal wel. Het is Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel uit de film The Graduate. Nou, weer wat geleerd. We gaan luisteren naar de volgende track. Daar komt-ie. Enig idee? No, but my colleagues... Ah, we hebben een winnaar gevonden. Did you recognize the music? Yes, this was a part from Space Odyssey 2001. Dat is fantastisch, thank you. The winner, wow. We hebben ook op onze website radio4.nl/filmmuziekquiz een hele lijst van dit soort vragen. Dus dat is misschien leuk om naartoe te gaan, dan kan je kijken hoe goed je zelf bent. Oké, het Horenkwartet van Codarts gaat nu voor ons spelen. En ik ga niet zeggen wat jullie gaan spelen, want dat is aan het publiek. Ook veel muziek wederom. Dus luister goed en na afloop ga ik kijken of iemand uit het publiek weet wat jullie gespeeld hebben. We gaan luisteren naar Marije Korenromp, Harry Stens, Greg Momar en Nicolas Borras. Thank you.
Het Code Arthoren kwartet, heel erg mooi. Ik ga niet verklappen wat ze hebben gespeeld, want heeft iemand in het publiek gehoord welke filmmuziek dit was? Heeft iemand het herkend? Wie zei dat? Wacht, ik loop naar je toe. Wat zei je? Wat riep je daar? Robin Hood. Heel goed. Weet je ook toevallig wie de muziek gecomponeerd heeft? Sorry, dat weet ik niet. Ah, nou, ik heb gelukkig een briefje. Michael Kamen heette de grote componist. Dank jullie wel, was heel erg mooi. De virus vuurdoop. Ja, arme Amber zou ik bijna zeggen. Ik zit hierachter heel erg hard op de klarinet te oefenen. We horen Amber spelen. En ik heb hier de docent weer bij, Filip. Hoe gaat het met Amber? Is het een talentje? Nou, het gaat in principe hartstikke goed. Dit klinkt echt veelbelovend. Het lijkt op een klarinet. Dus. Ja. Maar ja, de techniek is natuurlijk een beetje het speerpunt en de snelheid. Maar we doen er alles aan om het goed te laten verlopen straks. En om die solo straks te laten klinken. Ik heb contact als het goed is met Amber. Amber, kan je me horen? Ben jij klaar voor je hoofdrol straks in de eindclash? Ik moet nog wel even oefenen. Oké, ze moet nog even oefenen. Nou, gelukkig. Maar je hebt nog ruim een kwartier of zo, dus geen probleem. Filip, bedankt. Ga snel terug naar Amper en succes. We doen ons best. Tot zo. Ja, wil je ook een instrument leren spelen? Dat kan natuurlijk. Geef je op via facebook.com/muziekvirus. Ondertussen krijg ik een beetje rode oortjes, want op de achtergrond horen wij Je t'aime, moi non plus, Jane Birkin. Het is namelijk zo, wij hebben hier een aantal saxofoons in de house. En ik loop ondertussen even naar Maarten toe. Een saxofoon, vind je dat een sensueel instrument? Ja, echt enorm. Ja, echt enorm. Nou, dat beloof ik, want gaan we straks een sax me up competitie doen met de jongens. Heel goed. Ja, dit is Virus. Wij maken dit programma in samenwerking met de Doelen. En ondertussen ruikt het hier, en dat kan je op de radio natuurlijk niet horen, maar wij met z'n allen hier in de foyer wel. Het ruikt hier enorm naar popcorn. En er staat ook, je hoort hem misschien ook een beetje ploppen als ik er naartoe loop. Er staat hier een popcornmachine. Wij wanen ons natuurlijk in de bioscoop. Hallo, wie ben jij? Hallo, ik ben Joanne van mijn party service. Jij bakt heerlijke popcorn. Weet je wat ik me nou altijd afvraag van de bioscoop? Het is eigenlijk heel gek dat als je in een bioscoop zit en naar een film kijkt, dat je dan popcorn eet. Want popcorn maakt zo'n enorm hard geluid. Het cruncht. Dat is niet lekker film kijken. Weet jij hoe dat komt? Weet jij hoe het komt dat we met z'n allen zitten te kraken in de zaal? Dat vind ik eigenlijk een heel gek gegeven. Hoe het komt dat we popcorn eten? Ja, ik denk dat het gewoon fijn is om te eten tijdens de film. En ja, het is gewoon, je blijft er maar van door eten, terwijl je dan rustig zit te kijken. En ja, het kraakt iets minder dan chips, dus vandaar dat ik denk dat popcorn ideaal is voor tijdens films. Nou, ideaal. Ik kom zo een bakje bij je halen. Wij gaan luisteren naar de Biancudi Band.
Mooi. De Bianculli Band met op piano Piero Bianculli, contrabas Daniel Eskens en Aniek de Bruin op drums. De pianokruk maakt alweer plaats voor iemand anders. Als jullie meer van de Bianculli Band willen weten, en er komt ook een nieuwe cd aan volgens mij in november, als ik me niet vergis, kijk op bianculimusic.nl. De pianokruk wordt gewisseld. Er gaat een prachtige jonge dame zitten. Hallo, wie ben jij? Ik ben Anne Mulders van de muziekschool Krimp aan de IJssel, zit ik. Ben ik een groot talent van de muziekschool, is mij verteld. Oh. En hoe oud ben je? Ik ben 16 jaar. En je gaat zo mooi achter de piano zitten. Wil jij pianiste worden? Ja, het is wel een hele mooie droom, maar ik weet niet of dat ooit realiteit gaat worden, maar wie weet. Wat ga je zo meteen voor ons spelen? Ik ga vanuit de film Amélie spelen. Comptine de Notre Dame. La Prémédie. Dat is een prachtig stukje piano. En ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Maar kan jij uitleggen waarom je dat zo mooi vindt? Het heeft een hele speciale betekenis voor mij, dit stuk. Het heeft een hele bijzondere waarde voor mij. Aan een heel speciaal persoon. Wie? Mijn oom, die is overleden vorig jaar. En ik draag het altijd aan hem op als ik het speel. Dus heel bijzonder is het. Dat is heel mooi dat je dat vertelt. En dat je in gedachten bij hem bent als je het speelt. Ja. Ik kan niet wachten om het te horen. Anne Mulders, ga je gang. Wauw, Anne Mulders, heel erg bedankt. Het was heel mooi. Het was stil in de foyer. Iets heel anders. We zijn terug bij Jane Birkin. Je t'aime, moi non plus. En ik loop even richting de saxofoons en ik vraag Maarten, onze filmcomponist, om even bij me te komen. Kom maar even bij, Maarten. Het genre erotische film is een heel bekend genre. Daar hoort natuurlijk ook veel muziek bij.
En ik wil even een fragmentje laten horen, want in Nederlandse films heb je natuurlijk ook veel naakt en veel muziek, maar we laten even een fragmentje horen. Herken jij dit? Even goed luisteren hoor. Ik ga nou niet zeggen dat jij niet al die Emmanuelle films hebt bekeken. Maar je hoort hier een saxofoon. We hadden het er net over. De saxofoon is eigenlijk best een heel sensueel instrument. Ja, absoluut. Ja. Vind je dit goede muziek als je het zo kort hoort? Nou ja, het ding is, als we het echt hebben over erotiek en dat soort dingen, dan denk ik dat ik eigenlijk vooral ga letten op timing en dynamiek. En dat maakt het voor mijn gevoel erotisch. Timing en dynamiek, ja, dat snappen we allemaal, denk ik. Ja. Wat we gaan doen, Maarten, want je zei van ik ga daarop letten, jij gaat jureren. We zetten even deze stoelen aan de kant een beetje. De jongens van de Young Saxophone Trio gaan voor ons spelen, om de beurt. We hebben alvast een heerlijk erotisch bedje op de achtergrond. Ik hoop dat we die ook kunnen laten horen. Oh, ja goed, dan hoef je bijna niet meer overheen te spelen. Maar ik zou zeggen, maak het dan in ieder geval mooi met het saxofoonspel. Jullie gaan alle drie, laten we zeggen, een seconde of 10, 15 spelen. Maarten, jij mag beslissen wat de mooiste erotische filmmuziek is. Oké, okay? Laten we beginnen met Vincent. Ja, doe maar. Oortje bij Maarten. We gaan gelijk door naar Tom. Oké. Nou ja. Ik weet niet. Voelen we ons al wat spoeler inmiddels in de zaal? Ja, langzaamaan. Beautiful voor mij is dat ik eigenlijk alleen maar oude oma's voor me zie die dat aan het kijken zijn. Oeh, dan hoop ik dat Luc dat beeld snel verandert. Luc, ga je gang. Ja, applaus. Nou, drie... Ja, ik herkende wel thema's, maar ik moet eerlijk zeggen... Maarten, het is aan jou. Wat vond je hiervan? Ik vond het heel erg goed. Ik denk dat ik toch eigenlijk wel voor de Bond and Beautiful ga, eerlijk gezegd. Dat is Tom. Ja, ik ga voor Tom. En Tom wint daarmee... Nou, hij mag wel een beetje beter applaus. Toch? Een CJP-pas. Tom, applaus voor Tom. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar Tom, maar jij bent onder de 30, toch? Sorry? Je bent onder de 30, toch? Ja, ik ben onder de 30. Ja, dat moest ik voor de zekerheid even vragen, want CJP is tot 30. Tom, gefeliciteerd. Ik ben toch wel, ja, mijn oortjes zijn een beetje rood. Maarten, dankjewel. We gaan weer luisteren naar muziek. Oeps, sorry, ik struikel bijna over de cameraman. Muziek uit La Dolce Vita van Fellini door Tango Extremo. Thank you.
maar heel krachtig. Jong Sexy van Trio hoorden we Here to There uit de piano. En daarvoor hoorden we Tango Extremo nog met een stuk uit Fellini. Heel mooi gedaan. Ik loop ondertussen naar Piero Bianculli. Want jullie gaan nog wat voor ons spelen. Ik riep net even tussendoor, zomaar eventjes vlot, dat jullie een cd, maken die in november uitkomt. Klopt dat wel? Ja, we gaan het opnemen in de helft november. En dat gaat waarschijnlijk uit in december of in januari. Oké, nou, we kunnen nog even op wachten. Wat gaan jullie nu nog voor ons spelen? Ik kan checken, de team van de Mission Impossible. Wauw, maar Mission Impossible, dan stel ik me iets heel groots voor. En jullie zijn maar met z'n drietjes. Ja, maar dan drietjes zoals wij zijn we gemultipliceerd door drie, dus we zijn heren. Oké, nou, ik ben heel benieuwd naar jullie versie. De Bianculli Band, zet hem op. Jazzversie van het filmthema, filmmuziekthema Mission Impossible. Bedankt. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending van Virus, de speciale film- en muziekeditie. Maar wat ik nog kwijt wilde is dat veel van onze gasten een speciaal lijstje hebben gemaakt met filmmuziek. En dat is waanzinnig mooie muziek, dus ga dat luisteren. Dat vind je op onze website radio4.nl/virus. Volgende week presenteert Vivienne van den Assem Virus en zijn te gast onder andere het Mozart Trio en Maison du Malheur. De Virus Vuurdoop. Het is zover, daar staat ze al, Amber en haar klarinet. Amber, hoe gaat het met je? Goed, nu nog. Ja. Je klinkt zo serieus nog en zo rustig, dat klopt niet. Nee, dat klopt inderdaad niet. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, nou neem je plek. Publiek, ik denk dat we jullie heel hard nodig hebben. Wat in ieder geval fantastisch is, is dat alle muzikanten samen gaan jammen. En niet op het thema wat u van ons gewend bent, maar natuurlijk op een stukje filmmuziek. Dat kennen we ook allemaal uit de bioscoop. Dat is namelijk het thema 20th Century Fox, geschreven door Alfred Newman. Ik zou zeggen, als iedereen er klaar voor is, en Amber ook, dan wil ik een heel groot applaus alvast van het publiek, jongens. APPLAUS
En dan gaan we. Bedankt. Dit was Virus. Tot volgende week. Wij gaan hier nog heel even door met de Biancooly Band. Bedankt. Tot ziens.